Cambuur bij Leeuwen-Middelzee wordt mede mogelijk gemaakt door Brandsma, koffie, thee en apparatuur, Balans, onafhankelijke financiële dienstverlening, Energieinspectie Friesland, verduurzaamd vastgoed en Bier en Ballen voor ondernemers die met de factor fun zaken doen met elkaar. Trotse supporters van SC Cambuur. Meeste hoedemakers, overgekomen van Jong AZ, tweede oefenwedstrijd voor Cambuur. De eerste helft zat je op de bank. Dat was de periode waarin het eigenlijk wat moeilijker ging, denk ik. Kijk je daar dan ook nog zo naar met zo'n blik van dat je denkt van nou, doe mij er maar in, misschien dat het dan beter gaat? Ik ben natuurlijk een speler die gewoon wil spelen en graag iets wil toevoegen. Dus als ik op de bank zit, dan zou ik zeker, denk ik zeker van dat ik erin wil. En het zo goed mogelijk wil doen inderdaad voor Cambuur. Dan knaagt het wel als je daar zit, ja. Klopt. Vind jij jezelf eigenlijk meer een 6 of een 8? Want daar zat ik een beetje naar te kijken. Het zijn vrij veel, jij en Jamie Jacobs zijn overgekomen voor Jong AZ. En ik vind op het middenveld misschien een beetje veel dezelfde types. Er miste echt een duidelijke nummer 6. Of denk jij dat jij die rol goed kan invullen? Dat denk ik persoonlijk wel. Ik ben eigenlijk altijd al, mijn positie is eigenlijk altijd al echt de nummer 6 geweest. De controlerende positie. Vanuit daar eigenlijk de mensen voor me aanspelen. Ik kan. Ik heb ook wel eens bij Jong AZ als 8 gespeeld. Maar mijn voorkeur gaat zeker uit naar nummer 6 en daar wil ik me ook eigenlijk op richten. En daar komt mijn specialiteit eigenlijk het beste tot uiting. Dus dat is wel echt waar ik me op richt en wat mijn favoriete positie is. Wat verwacht jij voor jezelf van komend seizoen? Zijn er jou bepaalde toezeggingen gedaan over hoeveel je gaat spelen? Of heb je daar nog geen idee van? Nou, er zijn mij niet toezeggingen gedaan, maar is gewoon verteld waar ze mij zien spelen het liefst en wat voor type spel Cambuur het liefst wil spelen. En het is aan mij om te laten zien dat ik daarin een goede rol kan vervullen. En daar ga ik keihard mijn best voor doen en gewoon afdingen dat ik in de basis hoor en op mijn favoriete positie kan spelen.